Welkom bij de vierde aflevering alweer. Hey! Hey! Yeah! Wow! 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 Cool out! Okay. En vandaag hebben we niemand minder dan Bertus Borgers. En Maarten van Damme. En mijn sidekick, Bart Zoontjes. Yeah! Woehoe! Ja, dat is die. Hé, waar blijft die Bertus toch? Au, daar is hij al. Hoe doe je dat nou allemaal? Ja, dat is van Hans Klok geleerd. Hey, welkom Bertus. Hoi Paul. Hoi, hoi. Wat ik heel vet vond om te lezen, was een oud boekje van jou. En dat ging echt over de jaren 60, hoe jij begon. Ja, ja. En dat vond ik wel heel, heel tof. Want je bent gewoon begint gewoon. Veel mensen die blijven bijvoorbeeld in Nederland. Of gaan dan langzaamaan proberen te kijken waar ze dan kunnen spelen. Maar jij had er een ander idee erbij. Ik stopte met studeren. Hè? Ja. Ik had 2 jaar op het conservatorium gezeten in Tilburg. En in die tijd, ik praat nou over 1966, 67 zo. Toen was het dus. Op het conservatorium was er alleen maar klassieke muziek. En dan ook echt streng klassiek. Ja. Zelfs het woord jazz mocht ik niet noemen. Terwijl ik zelf dus, zeg maar, in mijn vrije tijd, hè, was ik toch bezig met underground en met, ik was qua saxofonist, was ik wel aanhanger van de free jazz saxofonisten, zoals Archie Shepp en Albert Ayler, weet je wel, zo die dingen. Ja. Dat kon dus helemaal niet, dus ik ben gestopt met studeren. Ja, want er gebeurde natuurlijk enorm veel in die tijd. Ja, dat was heel veel. Ja. En je moest een beetje opboksen tegen wat nog steeds de norm was. Ja. En wat mij vooral opviel, dat redelijk laat in de jaren 60, zoals jij beschrijft, dat het nog heel lang echt truttig is. Echt dat truttige klimaat was, de jaren 50. Dans, ja, zo kijk, het algemene. Zeg maar, culturele veld was gewoon zeer traditioneel. Ja. Er was eigenlijk maar een hele kleine groep jonge lui die bezig waren met het idee dat alles anders moest. Ja, een goed idee is dat altijd. Ja, dat is altijd goed. Je verdient er nooit een geld. Ja, nee, dat is weer een ander idee. Maar jij dacht van, ik ga lekker naar Liverpool, prachtige stad natuurlijk. Ja, dat was mijn eerste plan was dat. Omdat je dus dacht van, ja, daar komen de Beatles vandaan, ja, tuurlijk, hè? Dus weet je wat, ik neem een alsax mee en ik lift gewoon naar Liverpool. Ja, wist ik veel, dat je dus werkvergunningen en zo moest hebben. Ik lulde me eigenlijk wel door de douane heen. Ja. Maar in Liverpool ben ik dus op een gegeven moment toch opgepakt door de politie en ben ik teruggestuurd naar Nederland, weet je wel. Ja. Omdat je dus geen werkvergunning had. Hè? Nee, ja, dat is... Het is gewoon een ambacht. Dus, ben je af en toe niet bang dat een beetje verdwijnt? Dat er gewoon alles tegenwoordig met de computer gemaakt wordt? Ja, dat is een interessante vraag. Hoe zie je dat? Vind je dat erg? Of, Nee. Het is meer van, ik vraag me ook af. Kijk, want het is natuurlijk zo, ik ben natuurlijk heel ouderwets, want ik speel dus op een ding. Hè? Er zitten geen speakers op, weet je wel. Ja, ja. Het is net zoiets als, als een vleugel of zo, weet je wel. Hè? Ja. En ik denk dat de menselijke stem het in stand houdt dat er ook muziek gemaakt wordt, zeg maar, zonder dat de speaker bij te pas komt. Want meestal komt er gewoon elektronica bij te pas en een speaker. Terwijl van de andere kant is ook weer zo dat in de... Nou hoor ik wel een beetje filosofisch, maar dat vind jij niet erg, ik toch? Ik vind dat niet erg. Dat is gelukkig. En dan kijkt toch niemand. Jezelf kijk niet, of kijkt op zijn telefoon. Kijk nou op je telefoon deze show. Kijk even of hij goed werkt. Oh, oké. Okay. Ja, dat is of de telefoon goed werkt. De jeugd, hè? Ja, dat is daar zitten ze. Waar hadden we eigenlijk over? Ja, wat ik... één anekdote moeten we wel even vertellen aan de mensen. Die vonden echt zo waar? Goed over Romilar. Dat moet je wel even vertellen, toch? Ja, het is een heel verhaal, hè? Ja, ik kijk wel of je het redt in de edit, maar dan heb ik hem in ieder geval voor de kleinkind. Dat is een hoesdrank, toch? Een hoesdrankje. Ja, een hoesdrank, ja. Ja, ja. Ja, dat was ook rond die tijd, 1968 of zo. Toen speelde ik in een band die heette Dirty Underwear. En wij speelden dus elke zaterdagavond in de Poort van Kleef.
En een van de mensen die altijd meekwam jammen was Armand. Hè? Armand, de enige echte. Hey. De enige echte, ja. Omdat hij gewoon, hij kende bijvoorbeeld destijds, moet gezegd worden, Armand kende de teksten van Bob Dylan echt van buiten. Ja. Hij zong Like a Rolling Stone alle 6 coupletten, best, of er niks was. Een boek, ja. En in die tijd waren we toen op zoek, ik weet dat ik in die tijd voor de eerste keer een doosje marihuana kocht en zo. Iedereen was er wel mee bezig, maar er was dus nog niks. Ja, ja, ja. En Armand die komt op een avond binnen en die zei van, jongens, ik heb wat te geks ontdekt. Het is zo dat als je een flesje Romy lag, als je dat opdrinkt helemaal, dan ga je trippen. En trippen, dat was een woord, dat sprak ons wel aan. Dus toen hebben we twee vriendinnetjes met taxis de, zeg maar, weggestuurd om in de nachtapotheek 5 flesjes room te laten kopen. Ja. In de omgeving, waar dan ook. En die kwamen terug met 5 flesjes en wij kieperden dus de man één naar binnen. En de volgende set, die liep dus totaal anders af dan we hadden gedacht. Want het was echt... Maar stel dus even voor die drummer erbij zat. Ja, bijvoorbeeld Jacques de drummer, dat was die had het stevigste geluid van de stad. En die zat te ritsen op zijn haar en zo. Hij keek erbij of dat hij, als een baby die zijn luier vol zat te poepen, weet je wel. En de bassist die deed ook niks meer. En Bonkie de organist die zat ook alleen maar zo achter de keyboard zo, helemaal stijf. En Hans Sanders, dat was toen de zanger, die later van Bots. En die liep naar de microfoon toe en die riep... hij zong iets heel raars van. Die klopt er op de deur, het is Jan de Soeterneur, hij komt de centen halen, Mina's grote scheur. En dan lacht hij zijn eigen helemaal van de kaart af en zo. En ik werd helemaal ziek. Ja. En daarna is het uit de handel gehaald, hoor? Spul. Ja, de spul is uit de handel gehaald. Ja. Maar ik heb na die avond? Ja, na die avond. Nee, ik denk dat er meer klachten binnenkwamen. Echt zo bond gemaakt bent? Nee, ik had wel klachten. Het was eigenlijk mijn eerste slechte trip. Meteen, want ik kwam buiten en ik zakte het aan mijn knieën in het trottoir. Leuk. En iedereen die zei, want dat is niet waar, zo, maar als ik naar beneden keek, dan zag ik gewoon duidelijk dat het trottoir, zeg maar, bij mijn knieën begon en ik zat helemaal vast. Dus dat was een heel vervelende situatie. Een heel vervelende situatie. Ja. Nou, je hebt in ieder geval genoeg meegemaakt. Heb jij, ja, toch filosofisch aan het doen zijn? Dat is mooi. Wat maakt nou een goede artiest? In ieder geval die zichzelf mee kan verdruipen. Wat zijn nou mensen? Wij doen eigenlijk altijd 3 dingen. Dat je zegt, nou, er zijn 3 dingen waarvan ik denk, wat heb je echt nodig? Wat heb je nodig? Ja, wat heb je nodig? Ja, ten eerste zo, je moet natuurlijk wel, je moet publiekgericht zijn. Dus je moet het willen delen met het publiek, weet je wel? En iemand die waanzinnig kan spelen op zijn zolderkamer is geen artiest. Nee. Je moet het op een gegeven moment, het publiek is essentieel. En je moet overkomen. En je moet iets kunnen. Ja. Je moet iets kunnen. Je moet echt. André van Duin kan ook dingen, weet je wel. Ja. Ik kon ontzettend goed playbacken. Ja, nou, maar. Ben je dat serieus? Ja, zo is hij begonnen. Hij is begonnen met een soort. André van Duin is begonnen. Met playbacken. Ja, die had gewoon zelf een tapeje aan elkaar gelast. Echt nog. Geplakt, oh, door die radioshow, Veronica bedoel. Nee, maar echt artiest. Huh? Hij is zo gewoon begonnen met een waanzinnige, grappige, ja, wilde, aan elkaar gelaste tape, echt van een tape recorder. Ja. Met allerhande geluiden die dan zo playback en bij dansen. Zo. Ja, dat is begonnen. Ja. Toen was je nog erg goed. Weet je, de artiest, het woord artiest had... Maar dat verschuift natuurlijk ook, wat een goede artiest. Ja, vroeger had dat een heel slechte connotatie en artiest was dus echt een... Artiesten was oplichter en dat deugde niet, artiest. Dat is ook nog een scheldwoord. Zijn ze nu een beetje te braaf? Als je jouw carrière ziet, met Herman Brood en weet je wel, echte rocksterren van Nederland, die zijn er niet zoveel. Maar vind je het niet allemaal een beetje braafjes worden? Niet? Nou, het is wel in Nederland ik algemeen... Ik niet dat iedereen zich naar de kloten moet helpen, maar is het... Nee, maar je hebt wel gelijk dat bijvoorbeeld, ik vind wel dat het algemene culturele veld in Nederland, er heerst wel een grote correctheid. Wel, hè? Dat vind ik wel, ja. Absoluut. Ja. En dat is echt wel een dodelijke correctheid. Ja. Bijvoorbeeld die, weet je wel, die broer, zo noemde hij hem toch? Die wel een drol legt in die auto. Ja. Dat zie je tegenwoordig niet meer snel gebeuren, toch? Nou... Wel? Bij jou, ben jij nog. Ja, Maarten natuurlijk, doet dat regelmatig. Dat weet ik niet. Dat zal nog wel, maar het is veel meer dat de...
dat er een soort artistieke correctheid heerst. Dat is niet alleen in de popmuziek hoor, dat vind ik ook in de literatuur, zeker. In de film helemaal, helaas. Wat bedoel je eigenlijk precies? Dat iedereen zijn eigen conformeert aan wat het zientje goed vindt. Ja. Weet je wel? En je moet op een gegeven moment gewoon toch daar... Ja, precies. Ik snap wat je bedoelt. Gewoon niet bang zijn. Als je, nou, bijvoorbeeld in mijn geval, als je dan een introverte songwriter, weet je wel, dan is het natuurlijk niet nat dan om dan zo'n vrolijke show nog te hebben. Nee, zeg het. Maar wij hebben er gewoon scheid aan. Dat vind ik wel. Ja, dat vind ik ook. Ja. Is dat gek hoor? Ja. Dat vind ik niet erg. Hey, lustig. Yep. Wij gaan even naar een andere item. Dat betekent dat onze goede vriend Maarten gaat een tune laten horen. Aha. Heb je er zin in? Zal de tune liggen? We moeten gaan naar een ander item. Kunnen mensen... We gaan een tune... Een tune. Paulus, kunnen alle drie de mensen online ook nog een vraag stellen? Daar? Mensen die online zijn, stel uw vraag aan Bertus. En dan stellen wij hem weer... Nee, stel hem aan mij, dan stel ik hem aan Bertus. Kijk, dat is een juiste volgorde. Ik ben echt geboren presentator. Ja, dat is zo. Het publiek kakt ook. Bertus, ja. We gaan een grote uitdaging aan met z'n tweeën. We gaan een refreintje proberen te schrijven in 3,5 minuut. Mm-hmm. Het mag alles zijn. We kunnen met tekst doen, we kunnen instrumentaal doen. Maakt niet zoveel uit. Zullen we de tijd in laten gaan? Ben je er klaar voor, denk je? Lijkt me wel. Oké. Okay. Ja. Go! Right. Nou, dan moeten we snelle keuzes maken. Dus wat toonsoort bijvoorbeeld, ritme. Ja, of tekst. Of tekst. Ja, refrein is wel een beetje tekst, hè? Thema voor... Wat zullen we doen? Een thema? Een thema? Laten we het gewoon over een boot hebben. Een boot? Ja. Oké. En die boot die zinkt, die vraagt? Nee, daar woon je op. Daar woon je op. Ja. Doe het Engels en Nederlands? Nou, doe maar Nederlands, joh. Ja. Wat denk je van wonen op een woonboot? Is dat een goed refrein? Wonen op een... Ja, dat kan. Woon op een woonboot? Ja. En dan? Moet er iets op rijmen of is dat... Nou, dat kan. wat ruimt er? Kan er iemand ons op de hoogte houden van de tijdverloop? Bijvoorbeeld te zeggen van nog 2 minuten of zo. Misschien wel makkelijk. Ja. Af en toe krijgen we een intro. Ja. Dus, nog 2,5 minuten. Oh. Oh, we hebben nog wel. Wil je iets drinken? Een glaasje whisky? Even kijken. Wonen op een woonboot. Ja, een whisky. Wat is de wereld toch? Whisky is een goeie. Whisky. Ja, dus ja. Ja. Whisky wordt me dood. Ja. Sommige mensen willen whisky, maar whisky wordt me dood. Ja. Geef mij maar gewoon bij water en wonen op een woonboot. Of is je niet staan? Dat is geniaal. Oké, dan moeten we nou nog even snel. Oké. Doe maar, veel mensen drinken whisky, hè? Ja. Huh? Dat lijkt me wel een goede zin, hè? Drinken. Whisky. Maar whisky wordt mijn dood. Ja. Huh? Ik ga liever... Nee. Wat moet de derde zin? Wat mij nog het beste lijkt, is wonen op een boot. Dat loopt wel lekker. Ja. Wat mij nog het beste lijkt, is wonen op een boot. Dus veel mensen drinken whisky, whisky wordt me dood. Wat mij nog wel het beste lijkt is wonen op een boot. Hoi! Dat is wel een refrein, of niet? Ja. Veel mensen drinken whisky. Ja, precies. Zullen we hem even doen? Ja, lijkt me wel. Ja. Oké, jij zingt hem dan, hè? Ah, ik zing hem. Okay. 1, 2, 3. Veel mensen drinken whisky, maar whisky wordt me dood. En wat mij wel lekker lijkt is wonen op een boot. Yeah! Nou. 2,5 minuut. Hebben we nog 2,5 minuut? Nee. Nog een minuut. Record! Ja, dat is een record. Ja. Dat is niet normaal. Spelen we nog een keer. Ja, nog één keer.
Oké. Okay. Dus speel je mee, maat? Doe hem langzaam. Zullen we hem langzaam doen? Dus we doen hem langzaam. Hoe langzaam? Shuffle. Ja. 1, 2, 1, 2. Veel mensen drinken whisky, maar whisky wordt me dood. Ik vat mij toch zo lekker, want lijkt eens wonen op een boot. Veel mensen drinken wodka, maar wodka wordt me dood. Hij vat mijzelf lekker, lijkt eens wonen op een boot. Welkom bij de quiz! Right. Hey Bertus. Ja. Jij bent heel goed in sound, herkennen en maken. Ja. En daarom heb ik speciaal voor jou een sound quiz. Oeh. En jij neemt het op tegen mijn trusty sidekick Bart Zoontjes. Ja, pas op jongen. Die heeft tot nu toe altijd verloren. Dat zeg je nou niet, joh. Dat zal weer veranderingen brengen. En je hoort per fragment hoor je maximaal, je hoort ongeveer 3 dingen die je kan onderscheiden. Voor elk ding krijg je een punt en zo hebben we er 4 in totaal. Zet hem op, kanjers. Ik hoor bij elk fragment 3 dingen waarvan er 4 zijn. 3 geluiden, door elkaar. Oh, 3 geluiden door elkaar? Ja. Yes? Kijk. Wat moeten we dan opschrijven? Zoveel mogelijk. Moet je opschrijven? Oké. Okay, ja. Oh, opschrijven. En dan moet je direct aan onze Jan laten zien. Oké. Ja? Schrijft u wel? Nou, schrijf. Dat was hem. Ja, de quizzen zijn redelijk serieus. Ja, dit is... Gelukkig wel. Moet ik dan zeggen wat ik heb of niet? Ja, je kunt het laten zien allebei. Hey, meeuwen, zie je er wel? Meeuwen, trap kraakt, een douche. Ik heb meeuwen, zee en koffiemachine. Ja, het was meeuwen, zee en een oude boot. Een oude boot? Ik kom wel terug horen dan. Die oude boot, ja, die vind ik wel heel apart. 2 voor Bertus en 1 voor Bart. Ik dacht dat het een koffiemachine was, die oude boot. Weet zeker dat het... Dat stond op YouTube, tenminste. Stond erbij. Waar oude stond? Boot. Oude boot? Ja, oude boot. Pinky Slat 32 had oude boot. Marokkaanse vissersboot. Oké, fragment 2. Nou, oké, dat derde ding kan ik niet ontdekken, daar maak ik lucht van, is dat goed? Lucht, ja. Maar eerst was de ventilator, anders de wc die doorgetrokken wordt. Wc? Oh, je moet even... Sorry hoor. Dus een ventilator, dacht ik, en een wc die doorgetrokken werd en lucht, ik hoorde heel veel lucht. Ja? Nou, die rekenen goed, dat is wind. Dat was een haardvuur, wolf... Hé, hey, die heb ik, brandend haardvuur. En een storm. Hey, donderslag. Is dat donderslag, een ja. Jezus, je bent veel beter dan dat. 2-2. Ja, 2-2. Ja. Ik moet ergens een keer met een grammetje halen natuurlijk. Goed gelijk. Oké. Derde fragment. Jezus. Mag ik het nog een keer horen of niet? Ja, moet ik even één. Nee, hoeft niet hoor. Ja, dit is zo lastig. Ja hoor. Wat hebben we? Ik heb
een stationshal en Arnold Cox. Ken je die? Ja, die hoor ik roepen. Arnold Cox? Ja. Wie is dat? Dat is de Jezus predikt in Eindhoven. Wat valt er elke dag om, jongens? Is jouw piano met elkaar gevallen? Oh ja. Ziet iemand wat... uit elkaar af. Ziet iemand wat er valt? Nee, dat zijn koffertjes. Oh, koffertjes. Je zit op een boot, hè? Oh, we zitten op een boot natuurlijk. Ja. Verdomd. Arnold Cox was goed. Hij schuift van de ene kant naar de andere kant. Arnold Cox is goed. Ja, serieus? Ja. Nee. Ja. Nee, natuurlijk niet. Ik heb... Dat denk ik mezelf. Oké. Okay. Een stationshal. Stationshal. Bart? Ik had een scooter, tempel en de straat. Nou, het waren auto's, mensen en een stad. Ja, nee, ja, dat vind ik vaag. Dat vind ik, ja, dat vind ik, ja, vind ik zo vaag. Nou, maar 0 punten. 2-2, zet hem op. We willen een nieuw fragment. Komt-ie. Put me till I come, please, please, please. Goed luisteren, het gaat om een... Zo. Wat zou het zijn, Bert? Ja, dat is een lastige. Het is een vrouw, ze heeft een orgasme. Ja. Dus dan is er ook een vent in de buurt misschien, of niet? Of een andere, vrouw. Een andere vrouw. Sherlock. Oké. Ik heb orgasme, vrouw en vent. Ja, heel goed. 3 punten. Zo. Dat is een goeie. Ik heb een normale woensdagmiddag. Dat is duidelijk. Dat vind ik wel, wel een punt waard, hoor. Dat is mijn sidekick. Vind ik geweldig. Toch is Bert is gewonnen. Ja. Hey. Show tune. We gaan eerst even luisteren naar een boodschap. Een boodschap. Ja, toch? Ja.
Thank you.